geest is amper uit de sloot verdreven. Als er alweer aan tennis wordt gedacht. De bond wil dat wij onze teams opgeven. En die zijn meestal shit en onverwacht. Ons grastalent wou de DC nooit kennen. Ons ongekend niveau bleef anoniem. Het was daarom dus toch wel even wennen. Toen men ons opgesteld had in één team. De koppen werden bij elkaar gestoken. Zoals dat van een topteam wordt verwacht. Meteen werd er van alles afgesproken. We lulden door tot heel diep in de nacht. We sloegen 100.000 trainingsballen. Ons tactische concept vond een begin. En elk weekend eten met z'n allen. Zo kwam de stemming er al aardig in. Toch liep het niet zo tof met die prestaties. Door hun belazig slagen repertoire. Toen kwamen ook de eerste irritaties. Ons prille teamgeluk kwam in gevaar. De singles liepen godvergeten kloten, een regelrechte ramp het dubbelspel. Want niemand had een backhand in zijn poten, maar kankeren dat lukte meestal wel. Hoe kan ik met een spast een spel bouwen en steeds die grote scheur niet gezond? Het is dan zaak om je maar in te houden, want doe je het niet, dan krijg je dikke stront. Mijn partners kunnen penetrant vies eten, gespierde taal vinden ze reuze stoel. En van mijn leven zal ik nooit vergeten dat liederlijk gezuip en dat geboer. En van hun kinderen ga je steeds meer balen, constant gezeik of snoep en flauwekul. En wie kon de consumptie steeds betalen? Je raadt het al, ik was altijd de lul. Een tennisteam-illusie is verleden. Geen sodemieter is er gepresteerd. Vol weken opgespaarde hartelijkheid.